Je hebt ook geraakt aan de opdracht van het MBO. En met name ook zorgen dat leerlingen kans krijgen. VSV-beleid, voortijdig schoolverlaten, waar we enorm goede successen geboekt hebben. En natuurlijk emancipatie. En dames en heren, het is vandaag precies, op vrijdag is het precies 100 jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar werd benoemd in Nederland, Johanna Westerdijk. En dat gaan we aanstaande vrijdag herdenken en vieren. En in de aanloop daarnaartoe heb ik ook die Johanna Westerdijk maatregel genomen, om maar te zeggen. Om te zeggen, 100 jaar na haar aantreden ga ik ervoor zorgen dat er 100 meer vrouwelijke hoogleraren gesteld kunnen worden. Omdat ik het gewoon niet vind dat verkopen uit het perspectief van gelijke behandeling, dat wij zoveel vrouwelijk talent hebben, dat wel afstudeert, meer dan 50% van de Nederlandse vrouwelijke studenten, van de Nederlandse studenten zijn vrouw, en dat die bij de volgende stap, dat er steeds meer afvallen. Dat heeft mij wel, dat is wat mij heeft gevormd. En ik vind het dan ook heel mooi dat we dat op dat moment kunnen doen. Niet, zeg ik er ook maar direct bij, als het gaat om emancipatie, omdat mij alleen vrouwelijke hoogleraren of vrouwen in het bedrijfsleven interesseren. Maar omdat ik vind dat iedereen op elke plek gelijke kansen moet kunnen krijgen. En als minister van Emancipatie, man, vrouw, ook homorechten, ben ik daar zeer, zeer voor gepassioneerd. Maar u kunt mij wakker maken voor elk perspectief van gelijke rechten. Want dat is uiteindelijk waar de PvdA voor is opgericht. En waar wij nog dag in, dag uit voor strijden. Wat ik eigenlijk wil is daar samen met alle leraren, schoolleiders en bestuurders dag in dag uit aan te werken. Te zorgen dat kinderen, als ze één keer een keus maken, dat niet een keus voor hun hele leven is. Maar dat ze ook kunnen blijven stapelen. Dat ze naar nieuwe overgangen kunnen. En dat we stimuleren dat ook mensen buiten het onderwijs, denk aan de voetbalclub, de werkgever, die bijvoorbeeld stageplekken aanbiedt of waar leerlingen bijverdiensten hebben, dat die meewerken aan bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding of huiswerkbegeleiding hebben of zelfs op school kan plaatsvinden. Kortom, dat we dit met elkaar doen om ervoor te zorgen dat uit elk kind het beste kan komen. Dat is een hele mooie visie die u heeft. Welke obstakels komt u vooral tegen? Nou, waar je vooral tegenaan loopt is dat, wat ik heel goed snap, ouders het beste voor hun kind willen. Maar dat ouders die daar goede papieren voor hebben en hoog opgeleid zijn, dat die dat meer doen dan ouders die dat niet hebben. En dat creëert nieuwe ongelijkheid, dus dat willen we niet. Soms zien we ook dat leraren denken, we vragen maar niet het uiterste van een kind. Want dat is misschien wel veel gevraagd als ze thuis niet een eigen kamer hebben of niet hun eigen huiswerk kunnen maken. En ik wil dat we daarmee breken, dat we ervoor zorgen dat we elk talent gebruiken. Ik zag toevallig zondagavond een programma op tv bij Nieuwsuur, waarin toch een aantal kinderen nu niet meer terug kunnen in het gewone onderwijs. Hebt u daar ook iets van gehoord? Ja, dat is een heel belangrijk thema. Kijk, we willen dat kinderen allemaal naar het reguliere onderwijs kunnen. We hebben maatregelen genomen voor passend onderwijs, omdat we eigenlijk willen dat ook kinderen met een beperking zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen. En ik zie ook dat dat nog niet overal goed gaat. En dus proberen we ook te overleggen met scholen, met samenwerkingsverbanden van scholen, van hoe doe je dat nou op een goede manier. En zorg er vooral voor dat al die middelen die ervoor zijn, dat is best veel, dat die goed gebruikt worden. Nog één vraagje. Hoe vond u het om vanavond hier in Almelo te staan? Ja, altijd heel leuk. Almelo, ben al vaker geweest en het is altijd een feest om hier te zijn. Ook nu. Dank u wel. Vanochtend mocht ik beginnen met Ilse de Lange, weliswaar in de Randstad. En nu hier in Almelo, dus mijn dag is helemaal goed. 22 kandidaten streden zaterdag om de titels voorleeskampioen 2017 van Almelo. Er was een middag- en een avondronde en alle kandidaten hadden supporters meegebracht. Het was bomvol in de Evenaar. We hebben een aantal ballonnen hier opgehangen. Deze tellen niet mee, die zijn leeg, maar daar zitten de briefjes in van de deelnemers. En we kiezen steeds één ballon. Geweldig, dacht ik dus. Nu wordt oma echt senil. Begrijp je dan niet dat je aan sommige dingen in je leven niks kunt veranderen? Goed zo.
Oh ja, ja, sorry. Ja, ja. Oh mijn god, ik heb een zware aanval van liefdekoorts. Vanmorgen had ik van die fladderige vlinders in mijn buik, die me echt super misselijk maakten, maar op een fijne manier. Het was een ochtend als alle anderen. Ik was op weg naar mijn kantoor toen een mevrouw die ik zweer niet kende, of zomaar met een paraplu om mijn kop begon te nemen. Ik protesteerde, wat doet u nu? Zet voor de kijk vlog trots bij ook. Ja, dat kun je wel zeggen. Vader neemt een slok van zijn bier. Sven is blij dat hij er niet bij was. Hij schaamt zich altijd voor zijn vader. Die is zo fanatiek. Hij herkende het handschrift van zijn vader. Hij bladerde verder. Zijn oog viel op een oud verkreukelde wazige foto. Die met bakband op de muur geplakt was. De slappe lach. En nu is het genoeg geweest. Eruit, riep juffrouw Toos. Haar vinger wees mijn richting uit. En oei, wat keek ze boos. Oh, wat een agressie. Ja, daar is die. Nikki, sinds mijn verjaardag doe je al een beetje raar. Maar ik begrijp niet zo goed waarom. Ik? Jij doet juist raar de laatste tijd. Ze stond bij de computer en wees naar het scherm. Google-melding Hotel Zeezicht. Ze klikt het aan. Het was een stukje in een digitale krant. De flespot, heet dat ding. Drakeneiland is een eiland waar kinderen de baas zijn. Op een dag komt een zeiljager met rijke pubers op Drakeneiland. De pubers willen Drakeneiland veroveren. En ze trok haar neus op alsof er een stelletje smerige maden waren. Met een ongeneeslijke aanval van diarree of zo. Had jij gedacht dat je zou winnen? Nee, eigenlijk niet. Maar ja. Hoeveel van jullie medeleerlingen deed je mee? 6. Als je moest lezen, in de hal deden er 6 mee. Ja, vertel nog even welke school. De Heemde. Hou je erg van lezen? Ja. Ja. Vertel eens, wat voor boeken lees je graag? Ik lees eigenlijk van alles wel. Ik vind vind ik gewoon boeken die ook echt kunnen gebeuren, vind ik wel leuk. Ja, dat vind ik. Vroeger vond ik dat niet zo leuk, maar nu vind ik dat wel heel leuk. Je wordt natuurlijk ook ouder, hè? Ja. Vanavond gaan 11 kandidaten strijden om de eer. De vingers in de oren als er een hekel aan heeft. Op zijn verjaardag vindt Elvis wat een envelop met geld bij de post. Daarin zit niet een paar euro, maar een paar miljoen. Hiep de piep voor Sammy. Ineens twijfel ik. Omdat Sammy een hustelaar is. En dan komt de inspecteur langs om te kijken of de boom zo veilig is. En of ze wel een bouwvergunning hebben. De kist, die erg veel op een doodskist lijkt, is gevuld met houtkrullen. En daartussen ligt een glimmend wit geraamte. Vrijdagochtend, 8:02. Wat zal ze gaan doen? Zometeen begint de school. Maar daar heeft Engel helemaal geen zin in. Ha, ha, hatjoe! Dolfje wordt wakker met een keiharde nies. Er liggen witte haren op zijn bed. Ja, knal. Dat was die. Goed. Ik negeer de boze en verbaasde blikken. En met mijn hand en mijn zij ren ik verder. Waar gaat hij heen? Dit is niet wat we hadden afgesproken. Ja, heel goed. Oké, de ultieme vernedering zonder het te weten met een boterham om mijn buik plat rond te lopen. Kan ik hebben. Grafstenen wankelden en kisten knalden open. Knokige handen wurmden zich naar boven door de aarde. Skeletten in rafelige kleding hezen zich uit hun kuilen. Ze zei het zo brutaal dat juffrouw Potsimon meteen vergat. Neus voor het bord, hier. Zing dit lied. De melodie is Vader Jacob. Vooruit, zing. Annemie Bramaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Had je gedacht dat je zou winnen? Nee, eigenlijk niet, want ik vond de rest wel heel goed. Zeg, waarom heb je dit boek gekozen? Nou, omdat ik vond dat er heel veel spannende stukjes in zaten. En daarom heb ik hem gekozen. Hou je erg veel van lezen? Ja. En dan nu? Wat gaat er nu gebeuren? Nu ga ik door naar de volgende ronde in Delden. En zeg, wat ga je worden later? Dat weet ik nog niet. Nee, dat is ook heel moeilijk. Dat is ook best moeilijk, hè? Ja. Heb je nog hobby's? Ja.
turnen. Nou, dat kost ook veel tijd, denk ik, hè? Ja, best wel. Nou, vertel nog even welke school je zit. Op de Sint-Stefanus in Bornebroek. Wil je nog even dag zeggen tegen de Sint-Stefanus in Bornebroek? Hi. Heel graag heel veel stilte in de zaal en dan kunnen jullie Paul horen op de bovenkant. Tante Edda. Tante Edda? Ja, Tante Edda. Okay, ja. En wat is uw rol precies vanavond? Nou, mijn rol? Ik zit in de jury, hè. Ik ben eigenlijk de tante van Tante Sjaan. En Tante Sjaan, die zit al 10 jaar in de jury bij Averlijns Got Talent. En als Tante Sjaan niet kan, of als ze ziek is, zoals vanavond, dan belt ze mee. En dan zegt ze, Tante Edda, wil je nog 1 keer voor me invallen? Nou, dat wil ik heel graag. Want het is zo leuk. Het is zo leuk in de jury van Averlijns Got Talent te mogen zitten. En al die talenten te kunnen zien en horen. Hè? We hebben nu alle audities gehad. Hè? In Enschede, in Losser, in Borne en hier in Almelo. En nu krijgen we de voorrondes. En we hebben zoveel kandidaten. Ruim 80 geloof ik dit jaar. En dan na de voorrondes, waar mensen helaas moeten afvallen, gaan we naar... De halve finales en op 24 juni in het Wilmingtheater in Enschede is dan de grote finale van Averlijns Got Talent. Mensen moeten sowieso komen kijken, want wat ik al zei, het is een feest. Het enthousiasme, de inzet, dat is gewoon, dat kun je niet beschrijven. Dat is werkelijk waar, anders dan anders en dat is prachtig mooi om te zien. Dank jullie wel voor vanavond en wel thuis. Dus de finale 24 juni in het Wilmingtheater in Enschede. Wie weet, tot dan. Het Broken Toneel dat besteedt nu dit jaar 27 jaar. We hebben voor 2 jaar geleden ons jubileum gehad. Dat was hartstikke leuk. Hij ook helemaal zelf in elkaar zit. We gaan de dans, we gaan zang, we gaan toneel. Alles was er. Ja, het is een Broken Toneel. Dus in het Brookshoes gebeurt het ook, hè? Ja, en wat voor toneelstuk hebben jullie dit jaar? Dit jaar heet het Een Schat van een Buste. En kun je er heel klein beetje over vertellen? Ja, nou, ik ben een dienstmeid bij een meneer in Hoes. En die meneer die heeft een schat van een buste op een ding staan. En daar is er heel zuinig op. Maar op een gegeven moment werd dat kapot gegooid en er komt heel veel trammeland. Maar ik kan natuurlijk niet alles vertellen, want dat is de clue weg. Hè? Dat is jammer. Maar het is een heel hilarisch stuk, ja. En hoe lang ben je zelf al lid van deze toneelvereniging? 27 jaar. Vanaf het begin ben ik te bij, ja. En je hebt er nog steeds heel veel plezier aan? Ik heb er nog steeds heel veel plezier. Ik ga elke woensdag met plezier naar de repetities. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ja. En wanneer is de voorstelling? Wie begint 17, 18 maart, 24, 25 maart en 31 maart en 1 april. Dus het is de bedoeling dat iedereen weer komt kijken? Ja, en de kaartverkoop is 26 februari. En de kaartjes die kost €8 per persoon. Ja. Nou, dat moet toch lukken, dacht ik zo. Oh, dat is toch een goedkope avond en een leuke avond, dan toch, of niet? Zeker weten, volgens mij. Bedankt voor jouw bijdrage. Heel graag gedaan. Nog even voor klagen.
En jij bent lid geworden van het Broker Toneel. Dit is jouw eerste jaar dat je hier meer speelt? Ja, officieel wel. Ik ben 5 jaar geleden heb ik een gastrol hier gehad. En met het bleespel Een Tand om in te bieden. En toch een beetje contact gehouden. Elk jaar bij de uitvoering geweest. En nu kwam ik in een gelegenheid om toch weer meer te doen. En vandaar dat ik hier weer ben. En wat spreekt jou zo aan het Broker Toneel? Het Broker Toneel is de gedrevenheid. Het spel, als op een gegeven moment de boekjes zijn uitgedeeld, dan in één keer dan pakt iedereen zijn rol op en voelt zich gelijk in die rol. En het repeteren met elkaar, het ontdekken van het stuk zelf en het uitspelen en uiteindelijk de uitvoering voor de hele groep, voor alle bezoekers. Dus je vindt het wel leuk. Maar welke rol speel je dit jaar? Dit jaar heb ik een hele interessante rol, vind ik. Een schilder. En in die rol van schilder wordt me op een gegeven moment mij iets toebedacht. Die clue wil ik dan maar even voorhouden. Waarin ik in één keer een hele andere rol krijg. Dus het is nog een beetje een geheim? Ja, een spannend geheim. Ja. Ja, inderdaad. Iets waar mensen echt naar uit kunnen gaan kijken? Ja. Ja, het is echt, het is voor iedereen, voor jong en oud, is het echt weer een avondje lachen. En daar doen we het voor. Ria Perik. Kan je me iets vertellen over waar jij bijna dagelijks mee bezig bent? Ik ben bezig met het maken van droomdekentjes voor de stichting De Regenboogboom. Een landelijke stichting. En dagelijks werk kan inhouden dat ik stofjes aan het uitzoeken ben. Patronen probeer te vinden. Achter de naaimachine zit of achter de strijkbout. We zijn met een groep dames, de petstukkers zoals wij ons noemen, bezig met het organiseren voor de vrijwilligersdag NL Doet op zaterdag 11 maart. We hebben daar een ruimte gevonden bij de Jozefkerk. Genaamd het SAAM, waar we hopelijk met een grote groep dames aan het werk gaan om dekentjes te maken. En die dekentjes, waar gaan die allemaal naartoe? De dekentjes gaan naar diverse locaties in het land waar ze op voorraad liggen. En ze worden gefotografeerd, komen op de site te staan van www.droomdekentjes.nl. Daar komen ze in een fotoalbum. En mensen die een dekentje aan willen vragen, en dat kan tussen de leeftijd van 0 tot 100, kinderen is dus een ruim begrip bij de regenboogboom, die kunnen een deken aanvragen om te kijken naar de foto's van de dekens. Ze kunnen kiezen tussen een jongen of een meisje uiterlijk, de lengte van de deken, hoofdkleur kunnen ze ook aangeven. En dan moeten ze ook gegevens doorgeven waarom ze de deken aanvragen. En degene die die mail binnenkrijgen, die beslist of de vraag gehonoreerd wordt. Dus iemand die heel erg ziek is en die echt troost nodig heeft en kan gebruiken van zo'n deken, die kan daarvoor in aanmerking komen? Jazeker. Ernstig zieke kinderen, getraumatiseerde kinderen, daar worden ze ook voor geschonken. De filosofie erachter is dat kinderen weg kunnen dromen onder zo'n dekentje. Als ze bijvoorbeeld iets heel vervelends moeten ondergaan in een ziekenhuis. Een vervelende prik. Of ze moeten door de scan. En in de praktijk is het zo dat die kinderen ook heel vaak de dekentjes mee mogen nemen. Wij hebben ooit eens een tiental dekens aan Eugeria geschonken. Voor de mannen die in hun rolstoel de voetbalwedstrijden van Heracles bezochten. Zodat ze toch een beetje de warmte hadden. En waarschijnlijk droomden op een goede uitslag van die wedstrijd. Zaterdag 11 maart, dan kan iedereen daar terecht in het SAAM? Ja, iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar ons werk. Zelfs kinderen willen we graag zien. Want kinderen kunnen voor andere kinderen natuurlijk heel veel betekenen. Zeker als er een ziek vriendje of vriendinnetje is. Wij geven die kinderen dan textielstiften, een lapje stof. En dan kunnen ze een tekening maken op stof voor de zieke kinderen. En wij gebruiken die blokken weer om een droomdeken ervan te maken.
trust in.